Welkom bij weer een koffiebreak video. Vandaag ga ik het hebben over schoonmaken. Ja, iets wat ik best wel veel doe. Zeker als je veel met verf, met inkt, nou ja, noem maar op, werkt. Jouw werkvlak wordt vies en ja, dan moet je het gewoon weer schoonmaken. Ik vind het helemaal niet erg om met mijn handen in viezigheid te zitten, in verf te zitten. Water en zeep zeg ik altijd, dat maakt het altijd weer schoon. Maar je werkvlak moet je ook gewoon schoon houden om te voorkomen dat je vlekken op projecten krijgt waar je het eigenlijk niet wil hebben. Nou, wat gebruik ik daarvoor? Ik heb altijd heel veel schoongemaakt met babydoekjes. Mijn babydoekjes die vlogen er waarschijnlijk echt doorheen. Pakjes gingen er echt doorheen en eigenlijk is dat ontzettend jammer. Jij gooit die doekjes weg. Natuurlijk kun jij ook met die doekjes weer leuke dingen doen, maar ja, als jij zoveel moet schoonmaken elke keer, ja, dan gooi je ze op een gegeven moment weg. Je bewaart ze ook niet allemaal. Nou, waar ik nou naar over ben gestapt is een schoonmaakmiddel in een sprayfles en gewoon oude poetsdoeken. Ik heb oude t-shirts van mijn man aan stukjes geknipt. En ze waren wit, nu niet meer. Ik gooi ze ook gewoon in de wasmachine, alles bij elkaar. Ik heb ook donkere handdoeken die ik gebruik als ik ga sprayen. Dan leg ik die eronder. Alles gooi ik gewoon bij elkaar in de wasmachine. Wat schoon wordt, wordt schoon. En wat er aan blijft zitten, dit is waarschijnlijk ook heel veel acrylverf wat hier nog aan zit. Ja, dat krijg je er dan niet meer af. Ik vind het niet erg. Ik weet dat deze doeken van tijd tot tijd in de wasmachine gaan. Dat ze schoon worden. En ja, ik kan ze gewoon blijven gebruiken. Het scheelt mij heel veel babydoekjes. En ja, ik ben er gewoon ontzettend blij mee. Wat heb ik nu gevonden bij de Action? Daar kun je van dit soort zakjes kopen. Er zitten twee van deze zakjes in. Ik ga er wel even een linkje naar plaatsen als ik ze nog kan vinden op de website van de Action. Maar je kunt ze dus bij de Action kopen. Er zijn verschillende soorten van. Ik heb de flauwe garden en dit is gewoon een allesreiniger. Ik gebruik niet het hele zakje op één fles, wat wel geadviseerd wordt. Ik heb een half zakje op een hele fles. Ik heb gewoon een plantenspuit ook gekocht bij de Action. Deze is 900 milliliter als je hem helemaal vol doet. Maar ik heb hem niet helemaal vol. Ik heb net weer een lading gemaakt. Dit is voor mij genoeg om alles schoon te krijgen. Het is sterk genoeg en ik kan je echt alles mee schoonmaken. Ik maak hier veilig mijn stempels mee schoon. Ik maak hier mijn masstencils mee schoon. Ik spray ze gewoon in. Ik leg een poetsdoek eronder. Ik leg er iets bovenop. Ik heb hier nu toevallig stenen liggen. Die heb ik gekregen in dit zakje. Ik wil stenen gaan beschilderen. En ik wil dat gewoon eens eerst even rustig gaan uitproberen. Nou, ik ga het gewoon op deze stenen doen. Ik ga ze nog voorzien van een laagje gesso. Maar ze voelen een beetje vettig aan. Dus ik wil ze een beetje schoon gaan maken. Dan leg ik het gewoon op een poetsdoek. Ik spray er wat van die spray overheen. Ik laat het even intrekken. En dan pak ik vervolgens mijn andere poetsdoek. En ik wrijf de stenen. In dit geval gewoon schoon. En ik merk gewoon het ontvet ontzettend goed. Maar het maakt ook vooral goed schoon. En het ruikt lekker. Vind ik ook belangrijk. Ik zit hier op een zolder. Hoewel mijn zolder best groot is, zit je toch in een wat kleinere ruimte. Ik heb nu het raam dicht gedaan, want er was best wel veel geluid van buiten. Nou, dan vind ik het prettig dat ik iets heb wat in ieder geval lekker fris ruikt. Nou, ik heb de stenen schoongemaakt en ik merk gelijk al dat het vettige laagje wat hierop zat, dat die eraf is. Dus ik kan deze stenen verder gaan bewerken. We zullen het gaan zien. Als ik mijn stenen goed lukken, dan ga ik ze wel laten zien op de Facebookgroep Kei Tof, is dat geloof ik. Daar heb ik mij ook voor aangemeld al een tijd geleden. Ik vind het ontzettend leuk om al die beschilderde stenen te zien. En ik wil het ook gewoon gaan proberen. Gewoon omdat ik ook weer leuke dingen wil gaan doen. Dus we gaan beginnen met stenen schilderen en ik ga mijn stenen dus schoonmaken met mijn eigen schoonmaakmiddeltje van de Action. Het is dus
goed voor de natuur, minder babydoekjes, minder keukenrol ook vooral. En poetsdoeken die gewoon in de was kunnen. Oude t-shirts wat ik daarvoor gebruik. Ik heb ook van deze doeken gehaald bij de Action. Dat zijn die microvezeldoeken. Kun je ook ontzettend fijn mee schoonmaken. En je gooit ze ook gewoon in de was. Dus natuurvriendelijk, alles schoon, het ruikt lekker. En ja, ik ben weer tevreden. Ik ga proberen linkjes te plaatsen hier naartoe. Ik heb het al wel veel vaker laten zien in mijn video. Maar ik wilde daar een koffiebreak video aan gaan wijden. Dus mijn schoonmaakmiddel die ik gebruik. Die ik eigenlijk overal voor gebruik. Op hobbygebied dan. En ik krijg er alles perfect mee schoon. Dit is wat ik jullie vandaag wilde vertellen. Wil je trouwens geen enkele video meer missen? Koffiebreak video. Ze komen zoals ze komen. Sowieso voor elke woensdag. Maar lukt het mij tussendoor om nog een extra video te maken, dan ga ik dat ook zeker doen. Meld je dus aan als abonnee voor mijn YouTube kanaal. Klik je op het belletje, dan krijg je ook een melding zodra er weer een nieuwe video online is. Dit is het. Ik ga lekker verder met mijn volgende projectjes. Ik zie jullie snel bij een volgende video. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende video. Tot snel. Doeg!